In deze film brengen we diepte aan in een handomdraai. Bij het fotograferen breng ik graag een scheiding aan tussen mijn model en de achtergrond. Ik zie die twee dingen als het om licht gaat eigenlijk los van elkaar en dat geeft mij de grootst mogelijke controle. Zo is in dit geval het model aangelicht en er stond ook een los lampje op de achtergrond. En het licht wat op het model viel, had weer geen invloed op de achtergrond. Dus die twee dingen waren gescheiden van elkaar. Maar dat zorgt er ook voor dat ze in de foto eigenlijk los van elkaar blijven. En ik kan er in Photoshop weer voor zorgen dat die twee weer aan elkaar gekoppeld worden. Zo heb ik altijd de keus. Natuurlijk kan ik dat ook bij mijn origineel doen. Maar dan had ik in dit geval nooit zo'n mooi verloop op de achtergrond kunnen creëren. Want dan staat het veel dichter bij elkaar en heeft het licht wat op het model valt ook invloed op de achtergrond. En dat wilde ik niet. Hoe ga ik dat nou koppelen? Nou, heel eenvoudig, we gaan een schaduw creëren uh, op de achtergrond van het model. En als ik eerst even in het gezicht kijk van het model om te kijken waar de schaduw vandaan komt, dan zie je in de ogen dat het licht aan de rechterkant stond. Je ziet dat ik een uh, achthoekige softbox heb gebruikt. En deze stond iets boven het model gepositioneerd. Mijn schaduw moet dus aan de linkerkant komen en mag iets lager vallen. Allereerst ga ik een selectie maken van het model. Want ik moet een schaduw creëren en ja, die schaduw valt achter het model. Dus ik moet het model eigenlijk in een laag naar voren halen. En dat doe ik gewoon via het snelle selectietool en via onderwerp selecteren. En je ziet dat Photoshop eigenlijk niet in staat is om een goede selectie te maken. Je ziet dat hier aan de achterkant wat haren zijn vergeten. En je ziet ook hier in de roos dat er ook gewoon dingen uh, ja, meegeselecteerd zijn of juist niet. En dat is op zich ja, niet helemaal goed, maar dat is ook niet helemaal erg. Die dingen aan de rechterkant, zoals bij de roos, daar ga ik me geen zorgen over maken. De schaduw komt aan de linkerkant te hangen. Dus die dingen van de roos, die pikt hij eigenlijk gewoon niet mee. En dingen zoals die haren in de achtergrond, dat is eigenlijk veel te klein. Dat valt ook wel gewoon weg. Het eerste wat ik ga doen, is deze selectie naar een nieuwe laag helpen. En dat doe ik met de sneltoets Ctrl J. Je ziet, ik krijg er een laag bij. En die bestaat enkel en alleen uit mijn model. En tussen die twee lagen ga ik dus een schaduw maken. Dus ik ga een nieuwe laag maken en daar gebruik ik deze sneltoets voor. En die sleep ik eronder. En deze laag moet ik dus gaan vullen met het silhouet van mijn model. Is op zich helemaal niet ingewikkeld, want ik heb al een selectie gemaakt van mijn model. En ik ga gewoon weer met diezelfde selectie aan de slag. En die selectie vertaalt zich in de losse afbeelding daarboven. Nou, wil je nou alle inhoud van een laag selecteren? Hou de Ctrl ingedrukt en druk op de afbeelding van de laag. En je ziet er komt een keurige selectie. Zorg nog steeds dat je lege laag geselecteerd is. En zorg dat zwart je voorgrondkleur is. Heb je nou andere voorgrondkleuren? Druk even op de D en het reset zich naar zwart als voorgrondkleur, wit als achtergrondkleur. En ik ga mijn selectie dus vullen met zwart door Alt Backspace in te drukken. En je ziet in het lage paneel gebeurt er een klein beetje. En op de foto lijkt er helemaal niks te gebeuren. Want deze laag met een puur zwarte inhoud ligt achter de laag met het losse model. Als ik dat uitzet, dan zie je bijvoorbeeld wel wat er gebeurd is. Ik druk op ctrl-d om de selectie op te heffen en ik pak mijn verplaatsgereedschap hierboven. Ik wil op zich gaan schuiven met de selectie, dus ik zorg dat automatische selectie hierboven uitstaat. Want als je het aanzet, je ziet dat ik nu de laag met de schaduw heb geselecteerd. Maar zou ik nu klikken, dan springt hij automatisch naar laag 1, want ik klik op iets wat erboven ligt. Dus automatische selectie staat uit en ik selecteer de laag met de schaduw. Voordat ik iets aan die laag ga doen, ga ik eerst zorgen dat ik altijd nog terug kan. Ik ga er dus een slim object van maken. Ik klik er met rechts op en ik kies voor omzetten in slim object. Ik ga boven de laag staan, hou de muisknop ingedrukt en ga gewoon slepen. En ik sleep hem nou, in dit geval naar ongeveer hier. En ik laat hem los. En je ziet gewoon, als je de bovenste laag even uitzet... Dat hele uh, silhouet van de roos, die fout, die valt nu achter deze laag met het model. Dus je snapt dan ook dat ik me daar gewoon geen zorgen om heb gemaakt. Deze schaduw die is echter nog wel veel te veel aan de harde kant. Dus via filter en vervagen, Gaussiaans vervagen, ga ik hem zachter maken. En hoe zacht je hem maakt, dat moet je natuurlijk zelf weten. Ik ga gewoon voor iets. Ik ga gewoon voor een waarde rond de 127. En in principe is dit al goed. Eventueel, als het nog wat te hard is, kun je de dekking een klein beetje verlagen. Laat ik dat eens doen, rond de 80%. En ik heb gewoon een instant schaduw achter mijn model liggen. En je ziet dat het eigenlijk gewoon opeens de voorgrond en de achtergrond met elkaar verbindt. Zo eenvoudig is het eigenlijk gewoon. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En doei-doei.